Oké, het tweede deel. Zombie Scrum. Toen ik het hoorde dacht ik, Barry komt als oud Enrise werknemer terug om de boel te infecteren. Maar het bleek met iets anders te maken te hebben. Maar dat gaat aan jullie zo meteen vertellen. We werken vanuit Enrise sinds 2012. Eigenlijk, Barry was de aanstichter daarvan. Met Scrum. Ook alle teams werken met Scrum. En wij hebben het ook als Scrum Plus genoemd. Het is een mindset die je moet hebben. Het is niet iets wat je een rulebook die je introduceert en dan maar verwacht dat iedereen daar dat volgt. Het moet een mindset zijn waarin je opereert. Omdat je denkt ook dat dat de beste is. En ik denk dat dit ook veel over mindset gaat. Maar dat laat ik verder aan jullie over. Barry en jullie introduceren jezelf. En succes. Dankjewel. Sterkte ook jullie allemaal. We zijn benieuwd. Ja, sterkte. Want super fijn dat jullie hier allemaal zijn vanmiddag. Echt heel bijzonder dat jullie ook nog even willen wachten met het rennen naar de hapjes en al het lekkere eten wat al een beetje beginnen te ruiken. Super fijn dat we jullie tijd mogen gebruiken. Want Barry en ik, wij zijn terug van een belangrijk onderzoek. Zijn de afgelopen periode undercover geweest. Echt een aantal maanden bij een aantal scrum teams. En we hebben daar toch behoorlijk wat heftige dingen meegemaakt. Behoorlijke zombie scrum infecties gezien. En daarom zijn we hier ook vanavond. Want wij willen die bevindingen met jullie gaan delen. En we willen jullie waarschuwen. Want het is echt, echt gevaarlijk. En er komen er steeds meer van. We zien er echt steeds meer van verschijnen om ons heen. Het gaat heel geleidelijk. Heel besmettelijk. Maar we hebben jullie hulp nodig. Want met jullie hulp kunnen wij dit stoppen. Daarom is het belangrijk dat jullie hier zijn vandaag. En dat wij onze bevindingen op een goede manier met jullie kunnen delen. Dan hopen we aan het eind van de dag dat jullie hier weggaan en zeggen, yes, wij gaan meevechten tegen zombie scrum. Dat zien wij als onze missie. Dat is ons doel voor vandaag. Hè, waarde collega? Ja, zeker, zeker. Ik heb even een korte voorstelling. Ik ben zelf Barry Overheem, inderdaad bij Enrise gewerkt. Gelukkig vooral veel gezond scrum aangetroffen. Ben daarna naar Provenus gegaan, in agile consultancy gewerkt en nu als ZZP'er. Ik zie veel organisaties. Ik heb laatst ook nog een vrij heftige organisatie mogen helpen. Ik ben er ook een beetje, zelfs na nog wat infectie zelf aan overgehouden. Als ik wat hoest, geen zorgen verder hoor. Dat is niet besmettelijk in die zin. Ja, dat zeg jij. Ja. Komt ik sta ver van je af. Dat is niet zonder reden. Nee. Maar daarvoor hebben jullie ook mondkapjes gekregen. Dus geen zorgen daarvoor. Nou, ik ben Christian Verwijs. Ik ben Scrum Master en Agile Coach. Eigenaar van Agilistic, organisatie waarmee ik bedrijven help om met Scrum te werken. Net als Barry, veel teams meegemaakt waarbij ik toch wel enigszins verdachte situaties aan heb getroffen. Vanuit mijn organisatie help ik vooral MKB-organisaties om te starten met Scrum. En niet onbelangrijk, we hebben nog een derde collega die er helaas niet bij is vandaag. Johannes Schartau uit Duitsland. Hij is ook Agile Coach. Helaas, tijdens een daily scrum, een paar weken geleden, werd hij aangevallen. Hapje uit zijn arm genomen. Hij ligt in het ziekenhuis nu, dus we hopen dat hij snel weer beter is en er de volgende keer weer bij kan zijn. Wel belangrijk, samen met Johannes heb ik een blog geschreven over zombie scrum. Vorige zomer is dat online gekomen. En daar is dit praatje ook op gebaseerd. Maar Johannes wil ik ook even de eer geven die hem ook toekomt. Hij is ook een van de mede-auteurs geweest. Wil je dat lezen, dat artikel? We sturen hem nog even na. Maar hier staat mijn nerdlink, zoals Barry hem samenvatte. Ik dacht dat dit een slim idee was toen ik het opschreef. Maar dat is helemaal niet handig zo eigenlijk. Maar daar staat in ieder geval het linkje naar meer informatie. We zullen nog zorgen dat hij op een leesbaardere manier naar jullie toekomt. Goed, wij gaan het hebben over een heel gevaarlijk onderwerp. Besmettelijke ziekte zombie scrum. Daar zijn een aantal veiligheidsvoorschriften belangrijk die ik met jullie wil doornemen. Het eerste is, je voelt hem al aankomen, dat mondkapje wat bij jullie ligt. Die moet echt even op, want we hebben hier een beetje een gevaarlijk geval. Ja, ik kuch ook nog vooral even in uw richting. Ja, kijk, wij zijn geïnjecteerd, maar doe dat mondkapje zeker om. Want wij zouden natuurlijk niet willen dat jullie aan het eind van deze sessie naar huis gaan met een lichte infectie. Dat zou voor Enrise slechte reclame zijn, maar natuurlijk ook voor ons. Ja, maak je geen zorgen, wij worden gefilmd. Wij staan voor lul om deze lapjassen. Jullie worden niet gefilmd, dus dat komt helemaal goed. Laten we wel voor je eigen veiligheid even. Ja. Nou, tweede veiligheidsvoorschrift, ook niet onbelangrijk, is dat het wel eens gebeurt. Ja, sorry, ik moet het toch even zeggen. Dat er tijdens het praatje een zombie ineens ontdekt wordt in het publiek. Dat gebeurt wel eens. Raak dan niet in paniek. De uitgang is daar. Je hoeft ook niet te rennen, want zombies zijn niet heel snel. Dus je kan gewoon opstaan en daarheen lopen. Komt allemaal goed. Maar wel even goed om dat in je oren te knopen. De exit is daar. Dus. Wat zeg je? Oh, nou, dat is nog sneller. Oké, ja. Hopen dat er daar niet de zombie zit. Derde voorschrift, laatste.
goed even om voor jullie ook om je heen te kijken. Van zijn de mensen om je heen? Heb je het vermoeden dat dat toch wel echt mensen zijn? Of zit daar toch een risico? Kijk heel even de mensen om je heen diep in de ogen. Ken je ze niet? Geef ze even een hand. Stel je voor. Zorg even dat je zeker weet dat je hier geen risico loopt. Doe dat even gerust. Geef even handen. Schud even handen. Stel je even voor. Altijd fijn. Ja. Verdachte situatie. Hè? Die daar ook. Ja. Ja. Oké, hartstikke mooi. Heeft iemand zombie gezien? Verdachte situaties ontdekt? Geen verdachte situaties ontdekt? Nou, gelukkig. Gelukkig. Dan hopen we dat het... dat het zo blijft. Oké, we houden die meneer in de gaten. Dat komt goed. Dat waren de veiligheidsvoorschriften. Ik zal eerst eens gewoon even vertellen. Wat is zombie scrum eigenlijk? Zombie scrum... Dat zijn teams die met Scrum werken. Van een afstandje lijkt het er ook op alsof ze met Scrum werken. Dus ze hebben alle dingen die bij Scrum horen. Maar als je dichterbij komt, dan zie je eigenlijk dat het geen Scrum is. Het is Scrum zonder een kloppend hart, zonder een ziel. Daar ga ik jullie zo meteen meer over vertellen. Gaan we wat vertellen over de symptomen die we hebben gevonden. Barry zal zo wat vertellen over de oorzaken, niet onbelangrijk. En we zullen vervolgens afsluiten met een behandelplan. Zodat je ook naar huis kunt met het gevoel van, oké, kan hier wat aan doen. Eventjes een beetje beeld te krijgen wat jullie ervaring is met Scrum. Welke mensen in deze groep werken in een organisatie die actief met Scrum werkt? Mag je even het groene kaartje omhoog steken? Dan gaan we wat rood omhoog. Dus dat betekent, neem ik aan, dat het niet zo is. Ja. Dus best een aantal, ja. En welke van de mensen die net een kaartje omhoog hielden, zitten zelf in een Scrum team? 1, 2... Niet superveel, een aantal. Ja, nou, we hopen natuurlijk dat jullie niet naar huis gaan en dat je vannacht echt wakker ligt. Omdat je denkt, shit, ik heb eigenlijk toch wel iets heel heftigs ontdekt vandaag. Dus er zit een stelletje zombies om me heen. Het zou kunnen zijn. We gaan het zien. Laten we eens naar de symptomen kijken. Even de sheet vervangen. Toen wij gingen voorbereiden voor deze sessie, toen wilden we eigenlijk een overhead projector. Want dat past wel bij onze stijl. Hè. Lekker zo'n ouderwets apparaat, maar dat vonden ze allemaal toch iets te ouderwets hier. Dus vandaar dat wij het gewoon doen met flip-overs vandaag. Ik zal eens met jullie door de symptomen lopen. Het eerste symptoom van zombie scrum is dat er geen kloppend hart is van werkende software. Het idee, de reden waarom we met scrum werken, is omdat we elke sprint werkende software willen opleveren aan onze eindgebruikers, aan onze klanten, aan de mensen die met die software werken. Maar wat we zien bij teams waar zombie scrum heerst, daar is geen werkende software aan het eind van de sprint. Tijdens een afsluiting van de sprint, dat heet de sprint review in Scrum, is er eigenlijk helemaal niks wat gedemonstreerd wordt door het team. Er is misschien niet eens een sprint review, want ja, we hebben toch niks te laten zien, er is niks af. En dat is heel vervelend, want het hele idee van die werkende software is natuurlijk dat we dan kunnen laten zien wat we hebben en dat we daar feedback op krijgen. Maar bij zombie Scrum is daar geen sprake van. En daarom zeggen we ook wel eens, er is geen kloppend hart. Het lijkt misschien van een afstandje op Scrum, er is een Scrum Master, er is een producteigenaar, er is een development team. Ze doen alle rituelen die bij Scrum horen, maar aan het eind van die sprints is er geen werkende software klaar. Doodzonde. Wie van de mensen die hier in deze ruimte zit, heeft dat wel eens zien gebeuren bij een Scrum team waar je in zit of waar je mee te maken hebt? Als dat zo is, mag je het groene kaartje omhoog steken, niet enthousiast, en het rode kaartje als dat niet zo is. Dat is ingewikkeld trouwens, die uitleg begrijp ik niet, maar goed. Oké, wie kan er kort wat over zeggen? Ja, ik heb wel eens een klant gehad en die speelde zelf een product owner en dat was echt compleet chaos. Er was geen enkele sprint waar echt iets werkend opgeleverd werd, maar dat kwam vooral omdat er elke sprint ook 20 nieuwe dingen bij kwamen. Ja, dus veel verstoringen waardoor dat team er niet af kon krijgen. Dan kan je 100 keer vertellen dat dat niet is hoe het werkt, maar daar had hij echt maling aan. Ja. Dat ging nergens meer over op een gegeven moment. Ja, dus daar had je een zombie team, hè? Echt, ja, dat was heel, ja. Dat vond ik echt heel frustrerend. Ja, cool. Ander voorbeeld nog? Iemand anders? Herman? Nou ja, dat de scope van de sprint veel te groot was. Dus ze werken dan in sprints, maar het onderdeel dat ze bouwden, dat was zo groot. Ja, dat ze zeiden, ja, we doen pas een release na 6 sprints, want dan is het pas af. Ja, ja, mooi voorbeeld. Ik heb zelf een heel ernstig geval meegemaakt. Echt, is waar gebeurd. Daar was een team echt 16 maanden bezig met het bouwen van software. Dat deden ze met Scrum. Dat deden ze ook echt heel goed met Scrum, hè, volgens de regeltjes. Maar ze gingen pas na 16 maanden live met de eerste versie. Ja, je kan je afvragen of dat eigenlijk wel Scrum is, hè, wat je doet. Goed, duidelijk herkenbaar voor een aantal mensen in de zaal. Hartstikke goed. Volgende symptoom, ook niet onbelangrijk. Beetje tegenintuïtief wel.
is dat er bij Zombie Scrum dat er helemaal geen behoefte is vanuit zo'n team aan contact met de buitenwereld. He, zombies in films en series zijn altijd best wel happig op mensen. Pun intended. En dat is bij Zombie Scrum helemaal niet zo. Daar zien we juist dat er een hele grote afstand is met de eindgebruikers. He, alle dingen die zo'n team doet, doen ze met elkaar, met het Scrum team. Ze laten elkaar misschien zien wat ze gemaakt hebben. Maar eindgebruikers, klanten, maar geen contact mee. En dat is niet per se het schuld van het team. Hè? Goed om dat te benadrukken. De organisatie houdt dat misschien ook in stand vanuit het idee van ja, laat die developers ook vooral maar niet met klanten praten, want dat kunnen ze niet. Nou, volgens mij kunnen developers dat ten eerste wel. Maar er is in ieder geval grote afstand. En dat is doodzonde. Want het hele idee van Scrum is dat je eindgebruikers, de mensen die kunnen bepalen of wat je bouwt waardevol is, dat je die zo dicht mogelijk in het ontwikkelproces moet betrekken. En als je dat niet doet, ja, dan kan je wel lekker zeggen dat je Scrum doet, maar je bent helemaal niet bezig om die doelen te bereiken. Super jammer. Wie herkent dit in een team waar hij of zij zelf mee te maken heeft of in zit? Als je dat herkent, mag je even een kaartje omhoog steken. Maakt niet uit welke kleur. Ja. Niet heel veel kaartjes. Hiervoor, Sjors. Oh, toelichting. Ja, kun je wel vertellen? Ja, ik herken hem heel erg. En bij een project waar ik bij betrokken was, daar werd er door het management vooral geformuleerd wat er over 6 maanden bereikt moet worden. Daar werden behoorlijk wat vrijheidsgraden meegegeven om dat zelf in te vullen. Maar uiteindelijk moest dat doel van over die 6 maanden wel behaald worden, linksom of rechtsom. Waardoor het er effectief op neerkwam dat het team zich in een hok terugtrok. En werkte aan dat langetermijndoel van die 6 maanden. Ja. Waardoor die feedback en die toetsing er niet was. En hoe liep dat af uiteindelijk? Er is wat waargemaakt. Oh, dat klinkt wel voorzichtig. Ja, het is niet helemaal mislukt hoor. Maar je had er veel meer uit kunnen halen. Ja, als die klanten en die eindgebruikers betrokken waren geweest bij het proces. Okay. Dankjewel, mooi voorbeeld. Het volgende symptoom zien we ook heel vaak terug. Is dat er geen emotionele reactie is op succes of het falen van een sprint. Het idee is dat we bij Scrum in sprints werken. Dus in vast ritme waarbij we elke keer werkende software opleveren. Maar wat we bij zombie Scrum teams zien is dat als ze een sprint niet halen, iedereen de schouders ophaalt en gewoon de volgende sprint ingaat. Want ja, maakt het uit. Er komt toch altijd weer een nieuwe sprint. En dat betekent eigenlijk dat zo'n team zich ook niet verantwoordelijk voelt voor waar ze mee bezig zijn. Want als je je verantwoordelijk voelt voor hetgeen je oppakt, dan baal je ervan als je het niet gehaald hebt. En dan vier je het succes als je dat gehaald hebt. En we zien ook vaak dat organisaties waar deze teams in werken ook helemaal niet bezig zijn met hoe kunnen wij successen vieren. Ik kom wel eens bij een team en dan zeg ik, zullen we gewoon een taart regelen als we sprint gehaald hebben? En dan kijkt iedereen me aan alsof ik gek ben. Terwijl ik denk van ja, dat is toch een van de hele simpele dingen die je kan doen om het ook leuk te maken. Dus die emotionele reactie op succes of falen, die ontbreekt vaak bij Zombie Scrum. En de belangrijkste is dat er geen wens is om te verbeteren. Iedereen weet vaak in zijn organisatie, in zijn team wel, dat het niet helemaal lekker loopt. Dat we eigenlijk niet helemaal goed bezig zijn met Scrum. Maar niemand doet er wat aan om het te verbeteren. Vanuit het team niet, maar ook vanuit de organisatie niet. En dat is vervelend, want als je eigenlijk plat slaat wat hier staat, dan staat er, lever elke sprint werkende software op. Doe dat samen met je klanten en je eindgebruikers en de mensen waar je het voor bouwt. Laat dat doen door een team die zich verantwoordelijk voelen voor wat ze aan het bouwen zijn. En constant bezig is om zich te verbeteren. Laat dat nou net de 4 pijlers zijn waar Scrum op gebaseerd is. Dus misschien dat deze teams, die zombie Scrum teams, wel iets doen wat ze op Scrum lijkt. Maar ze hebben geen kloppend hart. Er is geen ziel. Goed om eens te kijken naar de oorzaken van Zombie Scrum. En daarvoor gaan we even de sheet vervangen. Lekker ouderwets, weet je het. Ja, flip over erbij. Doen we altijd met sheets. We doen nooit met PowerPoint. Ja, we hebben zelf jarenlang onderzoek gedaan en ook heel veel teams bestudeerd van waar zit dat er nou in dat Zombie Scrum toch wel vrij veel voorkomt. En wij hebben zelf een drietal naar thema's kunnen duiden die terugkerend zijn. En die 3 thema's wil ik even met jullie doorlopen. Eerste thema is Scrum Cherry Picking. Veel organisaties starten Scrum met bijzonder veel enthousiasme. Vanuit het development team hebben ze ergens gelezen van, goh, die Scrum manier van werken worden er steeds meer van, kunnen wij dat ook niet proberen? En ze gaan vol enthousiasme van start. Een van de kenmerken wat Scrum bijzonder goed doet, is pijnpunten blootleggen. Ze leggen de pijnpunten bloot wat misschien niet helemaal lekker werkt in een organisatie. Elke sprint heb je weer de gelegenheid om te toetsen van wat gaat goed, wat gaat wat minder goed.
waar de valkuil in zit van bij veel teams die met Scrum werken, en wat een sterke veroorzaker is van zombie Scrum, is die pijn te negeren. Er niks mee doen. Veel te lastig. Dus laten we gewoon... Dus we gaan wel met Scrum werken, maar we passen alleen die onderdelen van Scrum die goed voelen bij ons. En we gaan ook, als we kijken naar het Scrum framework, het is een heel lichtgewicht framework. 3 rollen, 3 artifacts, 5 events en 1 activiteit. Maar laten we ook daar eens gewoon even gaan kijken naar, is het nou echt allemaal wel nodig? Zijn die rollen allemaal wel nodig? Dus kenmerken die wij veel terug zien komen bij Scrum cherrypicking, is bijvoorbeeld de daily Scrum. Daily Scrum, moet dat nou echt dagelijks? 2 keer per week is toch ook wel goed? Het team zit toch bij elkaar, ze zien elkaar de hele dag door. Je hoeft niet elke dag bij elkaar te gaan komen. Of de rol van de Scrum Master, zo'n spannende rol is dat toch niet? Volgens mij is de Scrum Master gewoon de secretaresse van het team of de notulist van het team. Dus we kunnen daar prima een blokje van 4 uur per week voor reserveren en dan kun je in een blokje van 4 uur even de Scrum Master taken doen. Ander kenmerk dat wij zien is de definition of done. Bij veel teams ook wel bekend als de definition of almost done. Ja. En om er nog twee voorbeelden noemen van Scrum cherrypicking, is de retrospective. Die kan ook wel wat minder vaak. We hebben geen tijd om te verbeteren, geen tijd om weer die retrospective te doen met weer hetzelfde standaard format. Dus eigenlijk zien wij zelf dat de vorm van een retrospective nodigt ook al uit tot een soort van zombie gedrag. Dan gaan we weer, precies weer dezelfde verbeteringen. Ja, krijg je van die gesprekken over het weer, hè? Allemaal van die koetjes en kalfjes, maar de grote dingen die worden nooit aangestipt bij zo'n team. Nee, en een kenmerkende is de demo. Officieel Scrum, de sprint review, maar laten we het vooral een demo noemen. En daarbij merken we ook, we hebben lang niet altijd wat te demonstreren. Dus daar kunnen we toch ook wel van overslaan. Hè? Dat zijn een aantal factoren die wij veel terug zien komen als een van de oorzaken waardoor zombie Scrum wordt veroorzaakt. Een tweede is contracten. Ik had even een stilte vallen. Contracten, het grote pijnpunt waarmee zombie Scrum wordt veroorzaakt. Misschien is dit trouwens wel het grootste punt. Veel teams willen bijzonder enthousiast met Scrum aan de slag. Alleen voordat ze van start gaan, moet er toch nog wel even een contract afgestemd worden. Tussen de klant en de leverancier. Maak er nu zelf ook weer mee, daar komt ook een beetje mijn brakke stem vandaan. Veel gesprekken daarover gehad met een klant waar ik momenteel werk. Die vinden het helemaal prima dat het team op een agile manier gaat werken. Maar we moeten toch echt wel even dat contract dicht gaan timmeren. Wat weten wij anders? We kennen die klant nog helemaal niet, we kennen die partij nog helemaal niet. Dus er is nog helemaal geen fundament van vertrouwen, dus dat moeten we toch wel even met elkaar gaan dichttimmeren. En als we het er helemaal dichtgespijkerd hebben, als de scope dichtgespijkerd is, als het resultaat vastgelegd is, ja prima, dat het team daarna op een scrum manier gaat werken, dat zij een scrumfeestje doen. Wat wij dan zelf alleen merken is dat die teams eigenlijk al heel sterk in een soort van zombie scrum modus geduwd worden. Er is helemaal geen lucht eigenlijk meer, er is helemaal geen ruimte meer om nog op een gezonde manier op voorstrijdend het inzicht te spelen. Wat bij elke verandering, bij elk nieuw inzicht dat het team ontdekt, wordt gelijk het contract op tafel gelegd. Ho, dit hadden wij niet afgesproken. En uiteindelijk, dat zijn vaak moeizame gesprekken die zo'n team heeft. En ze komen daarmee steeds verder in een zombie-modus terecht. En we zien zelf, ik stipte net al bij cherrypicking een aantal scrum-events aan, dat een team niet meer volledig gaat doen. Ook dat is in sterke relatie met het contract. Al die scrum-events, daar gaan wij toch niet voor betalen, zegt de klant dan. Wat overleg van die teams. Laat ze lekker 2 keer per week een daily scrum doen en anders betalen ze het maar zelf. En die demo, je verwacht toch niet dat ik elke 2 weken op kom draven om te kijken naar wat ze gemaakt hebben. Ik zie het wel als het af is. Dit is de tweede, dus na cherrypicking zijn de contracten de grote veroorzaker van zombie scrum. En als we kijken naar de derde, de smell of the place, als je hierop gaat googlen. Kom je ook het filmpje tegen, de Smell of the Place. Dus absoluut een aanrader, dus van een professor uit India. En die geeft als voorbeeld van, je hebt eigenlijk een soort van 2 soorten smells in een organisatie. Je hebt downtown Calcutta. Dat is als je daar in de zomer, als je dan een organisatie binnenstapt, dan wordt eigenlijk de energie, het leven wordt gewoon uit je lichaam gezogen. Het is echt een energy drainer, zo'n organisatie. En je hebt Fontainebleau. Dat wil zeggen, dat is een bos waar je gewoon zin krijgt om te rennen, om te werken eigenlijk, om van alles en nog wat te doen. Dat is de positieve variant van de smelting place. En wat we zelf merken, ik zal er even een aantal voorbeelden van geven. Een aantal smells die wij zelf veel in organisaties tegenkomen. Eentje is constraint
versus stretch. Constraint is dan meer de negatieve smel en stretch is de positieve smel. Wij zien veel organisaties waar vooral heel veel richtlijnen beperkingen opgelegd worden op mensen. In plaats van dat mensen gewoon uitgenodigd worden om het maximaal uit zichzelf te halen. En een andere smel die wij veel tegenkomen is compliance. Ja, die stinkt altijd. Compliance versus discipline. Gezonde discipline. Andere smel is control versus support. Mensen, je werknemers kun je dan vooral niet vertrouwen. Die development teams krijgen veel te veel vrijheid. Laten we ze gewoon goed controleren in plaats van dat we ze gewoon ondersteunen in het complexe werk dat zij moeten doen. Een andere, die heb ik net al even aangestipt, maar gezien het belang haal ik hem nog even aan. Contract versus trust. En eentje die wij veel zien, processturing versus resultaatsturing. Veel organisaties raken ook het zicht op het uiteindelijke resultaat kwijt en hebben veel te veel focus op het volgen van het proces zoals dat afgesproken is. En uiteindelijk krijg je dan ook als resultaat een stukje dat het project misschien wel slaagt, maar uiteindelijk het product overleden is. Bijzonder tragisch. Zien we ja, heel tragisch. Ja. Zien we vaak. Eentje die we ook veel zien, en met het woord planning is op zich helemaal niks mis. En ik ben zelf meer een fan geworden van het woord prognose. Ik heb dat trouwens ook nog ooit aan jou te danken, Sjors, dat jij maar zelfs aanstipte. Aan het woord planning hangt ook een soort van smel van Gantt chart. We hebben een planning gemaakt, omdat het een planning is, moet het wel kloppen. Schijnzekerheid. Wij spreken daarom ook liever wanneer wij gezonde vormen van Scrum introduceren over een prognose. Een prognose heeft iets veel meer in zich van we weten het niet zeker. Met de kennis die wij nu hebben, is dit onze prognose. Dus ik doe niet meer aan planningen. Ik geef alleen maar prognoses af. Een andere is, pak hier even hieronder, commitment versus forecast. Anderhalf jaar geleden is het woord commitment geschrapt uit de Scrum Guide. Het was de laatste strohalm van boos management om uit te rammen op de development teams van jullie hebben commitment gegeven op deze sprint. Overwerken jullie. Dus ze hebben hem geschrapt en gezegd, ho, dat was niet onze intentie. Gegeven de complexiteit waarin development teams werken, kunnen zij hoogstens een forecast afgeven. Ze geven commitment op het sprintdoel, ze geven een forecast af op het exacte werk dat zij denken te moeten doen om het sprintdoel te behalen. En de laatste, resources. Ik kom nog steeds veel organisaties tegen waar, ja, dan hebben ze het toch echt over mensen. Dan kijk ze altijd even aan, denk, hebben we het over printers, waar hebben we het over? Maar dan hebben ze het over mensen. Dus resources versus mensen. En dit zijn allemaal, als je kijkt naar deze termen, zijn allemaal smels die je in een organisatie kunt tegenkomen. En dit zijn voor ons ook triggers van, hey, in hoeverre is hier sprake van zombiescrum? Of in hoeverre is hier sprake van gezond scrum? Ja, als je meer naar de bovenkant zit, in het woord aan de bovenkant, dan zit je meer richting een organisatiecultuur waarin zombiescrum dus heel erg gestimuleerd wordt. Dat is het idee van ja. De smels. Ja. Ja, naar de volgende. Nou, ik kan hier nog wel één ding aan toevoegen, dan leg ik deze uit, dan haal ik die even weg. Is heel belangrijk, willen we echt benadrukken dat zombie scrum, het is niet de bedoeling dat jullie nu naar huis gaan, naar je scrum team of een scrum team wat je kent, zegt, ik heb gehoord dat jullie zombie scrum team zijn, foei. Dat is niet onze insteek, hè. Onze insteek is om te zeggen, oké, misschien is er een probleem, maar dat probleem komt niet door het team, hoor. Het team heeft er misschien een aandeel in, maar zij bestaan ook in een organisatie waarin het allemaal in stand gehouden wordt, hè. Dat is precies die smell of the place die we net benoemden. Dus dit is echt iets wat je met elkaar moet bespreken in een organisatie en niet bij een team moet neerleggen. Dat zou niet eerlijk zijn. Het is ook niet ons verhaal. Dus dat ook even duidelijk benadrukken. Ja, goed punt. Zullen we richting een behandelplan gaan? Ja. Want we hebben een heel doemscenario gegeven, maar wat moet je er nu mee als het allemaal misgaat? Want gelukkig is er wat aan te doen. En het eerste wat er aan te doen is, werkt in de praktijk bijzonder goed. Praten met zombies. We hebben de Engelse versie, noemen we hem zombie whisperer. Nou, dat is in het Nederlands klinkt dat een zombie fluisteraar, dat klinkt een beetje vreemd. Maar praten met zombies werkt heel goed. Maak het onderwerp bespreekbaar. Bespreek met zo'n team wat er aan de hand is, want zij voelen ook wel dat het niet lekker loopt. Maar er wordt niet over gesproken vaak in zo'n organisatie en de motivatie is laag. Dus ga eerst maar eens het gesprek openen. En niet op een veroordelende manier, niet van jongens, wie heeft het fout gedaan. Maar wat kunnen we doen van hieruit om de boel beter te maken?
is de aangewezen persoon om dat gesprek te openen? Een Scrum Master zou binnen Scrum heel goed een persoon zijn die dat kan starten. Maar in principe kan iedereen dat doen natuurlijk in een team of daarbuiten. Maar iemand die wel vertrouwen heeft, het ook op een vriendelijke manier. Niet als een constatering. Van, nou, het is wel slecht hier, jongens. Zombie Scrum, poepoe. Maar die heeft wat constructiever opstart. Is zo'n Scrum Master in een zombie Scrum team eigenlijk ook al niet geïnfecteerd? Die zal waarschijnlijk zeer geïnfecteerd zijn. Ja, absoluut. Ja, ja absoluut. Ja. Dus misschien iemand van buiten. En dat is ook de volgende. Ja, prachtig bruggetje. Ja, jullie maken hem zelf al. Dankjewel, Joyce. Ja. We hebben Joyce ook ingehuurd. Maar want introduceer gezond Scrum in de populatie. En dat kan zijn enerzijds door mensen aan te nemen die ervaring hebben om op een goede manier met Scrum te werken, dat je daarmee je team verrijkt. Het kan ook zijn, die organiseerden wij zelf ook, safaris. Ja, we hebben een prachtig beroep. Waarbij je zelf andere organisaties gaat bezoeken die al wat verder zijn met Scrum. Dat je eens kijkt van, hey, kunnen wij ons, wat kunnen wij daarvan leren? De manier waarop zij werken. Dus ga vooral ook introduceren van ja, een gezonde manier van Scrum in je huidige organisatie. En als ja. De smell of the place niet verandert? Ja, wat is je vraag? Sorry? Uitroken. Die blijft hetzelfde. Ja? Ik ben dan met een onderdeel van een organisatie bezig. Ja. Ja, maak ik even een, want dan gaan we gewoon nog heel eenzaam zijn qua presentatie. Dit is nummer 5. Gebruik een smellometer. We hebben zelf bij ING hebben wij ook de film laten zien van The Smell of the Place. En daar hebben wij op een etage waar het management zit, hebben wij een grote smellometer geplaatst. Met aan de linkerkant heb je dan Douto Calcutta en aan de rechterkant heb je dan Fontainebleau. We hebben daar alle smells die wij daar aantreffen, hebben we daar gewoon geplot op die meter. En de rol van het management daar was ook om daarop te acteren. Dus als zij het idee hadden van, hey, er zijn te veel smells die ruiken naar Downtown Calcutta. Dus we hebben een aantal energy drainers in deze organisatie. Dan was het ook een rol van het management om samen met die Scrum Master te kijken. Hoe kunnen wij dit omzetten in een meer prettige lucht in onze organisatie. Dus als het niet lukt om genoeg mensen met gezonde Scrum kennis je organisatie in te krijgen. Dat kunnen developers zijn, externe coaches of iets anders. Dan is dit een hele mooie manier om daarmee aan de slag te gaan. Om het in ieder geval bespreekbaar te maken. Je maakt het transparant, ja. Inderdaad. Ja. Ja. Ik zat even te denken aan lucht transparant maken. Je deed dat bij ING directie. Ging dat dan voorbij ontwikkeling? Ging dat meer over de hele organisatie? Ja, dat was organisatiebreed. Ja. En het leuke was wel, IEG is ook heel positief in het nieuws over hoe zij met Scrum werken. De eerste keer dat wij hem daar ophingen, is er, is er iemand langsgekomen van hoger management en die werd behoorlijk boos. En die heeft dat ding van de muur getrokken, in een prullenbak gegooid en was er falikant op tegen. Dus dat was ook de eerste smel die wij, wat we hem daarna opgehaakt hebben. Dus dat was leuk, ja. Daarom een risicovol beroep dat wij hebben. Los van de zombies, af en toe die managers. Ja, die heb je er ook bij. Ja. Ja. Nou, ook een goeie, want dat eigenlijk heeft het hiermee te maken, hè, wat we net benoemen, is dat je af en toe de boel ook wel echt even flink moet opschudden. Ja, als je merkt dat zombie Scrum in jouw organisatie echt een heel eind gevorderd is, dan heeft het geen zin om hele kleine dingetjes te gaan verbeteren. Dan moet je de boel echt opschudden. En het adresseren, zoals Barry net een mooi voorbeeld van geeft, is een hele goede manier. Maar dat helpt heel erg om eventjes de status quo door te schudden. Doe het even op een andere manier. Richt het Scrum-proces even op een andere manier in. Doe de dingen die binnen Scrum horen even anders. Haal misschien iemand van buiten die kan helpen. Dat is een goede manier om te zorgen dat je er vanaf komt. Ja. Ja, en de laatste is, en dat kan ook een spannende zijn als je veel zombies al in je organisatie hebt zitten, betrek de Scrum community. Je hebt een gigantische Scrum community met elke maand of elke week wel een meetup of een seminar waar je naartoe zou kunnen. Veelal ook trainingen, een stukje reclameblok, trainingen die je zou kunnen volgen waarbij je even weer terug naar de theorie van Scrum gaat. En vandaar dat kun je weer even toetsen, spiegelen van goh, op welke manier zijn wij eigenlijk afgeweken van het pad zoals Scrum dat voor ogen had. Dus betrek ook die community erbij. Ja. Want wij zien heel vaak in de trainingen die Barry en ik samen geven, is dat mensen die er naartoe komen een heel ander beeld hebben van wat Scrum inhoudt. Als ze daar weggaan, dan gaan ze met inspiratie weg, nieuwe ideeën, ook een veel beter begrip waarom doen we dit eigenlijk. En we zien dat heel vaak eigenlijk, dat er een heel raar beeld is ontstaan van wat Scrum is. Het is alleen maar een proces, het is een methode, een trucje. Maar ze missen eigenlijk de basis waar het om gaat, de pijlers waar, waar Scrum op draait. Dus eigenlijk kun je onze training zien als een stukje helingsproces. Oeh, ja. Dat is een mooie. Ja. Ja.
verzin je zo even. Maar jullie problemen gaven jullie aan contract versus trust. Mm-hmm. Dat is een primair pijnpunt, begrijp ik. Hoe los je dat op? Dit zijn op zich duidelijke dingen hoor, maar zodra het over vertrouwen gaat, dat is zoiets wezenlijks. Wat voor een behandelplan heb je daar dan voor? Ja, wat ik vaak merk is, heel concreet voorbeeld, ik merk het nu ook bij Schiphol. Het programma waar ik onderdeel van ben, heeft een budget van 84 miljoen. Vrij veel. Ja. En mede daardoor zitten ze al vrij lang, maanden langer, zitten ze al te steggelen over hoe gaan we dat contract doen. Want het gaat over zo'n gigantisch bedrag. Mm-hmm. Dus dat contract moet goed zitten. Dus je kunt een inrise 10 jaar inhuren. Ja. Dus wat wij vaak dan ook adviseren is, vaak zie je dat inderdaad ook aan het gebrek aan vertrouwen. Van het gebrek ook niet, men kent elkaar ook nog niet. Laat ze eerst maar eens het waarmaken of ze wel wat kunnen. Dan denk je, start dan gewoon de eerste sprint. Verkoop dan gewoon één sprint voor 20, 30 of 40.000 euro. Kijk dan eens hoe het voelt en ga dan eens gewoon verder kijken. Maak het veel kleiner. En dat is wat ik keer op keer bij organisaties meemaak. Ze hebben dan een zak met geld en ze gaan onderhandelen over hoe gaan we deze gigantische zak met geld inzetten. Dan denk je, neem dan een klein schepje uit die zak met geld en ga dan daarover praten. Ja. Dan heb je een veel makkelijker gesprek. En als je dan die eerste sprint of twee sprints gehad hebt, dan weet je wat je aan elkaar hebt. En dan heb je een bepaald fundament van vertrouwen gelegd. En belangrijk, het kan ook zo zijn dat je merkt dat het niet klikt. Maar dat is ook gewoon heel waardevol om te ontdekken. En dan praat je ook veel makkelijker met elkaar over hoe je het contract invulling geeft. En stel, je zit midden in een lopend traject. Klant, leverancier of intern iets. En daar hebben we een zombie scrum team te pakken. Hoe ga je dat vertrouwen dan herstellen? Sprint 0 kan ik me voorstellen aan de vooravond van een mogelijk groter traject, maar wat als je al in dat traject zit? Mm-hmm. Nou, ik denk voor een heel deel op dezelfde manier. Ook daar zul je het bespreekbaar moeten maken en toch even kijken, we zijn misschien al halverwege, we zullen verder moeten, maar we moeten dat op een andere manier doen. Kijk, als niemand de urgentie voelt om er wat aan te veranderen, dan krijg je nooit dat voor elkaar, dat is heel simpel. Maar wat Barry net ook zegt, het motortje aan het draaien krijgen, dat helpt vaak heel erg om te zorgen dat mensen vertrouwen gaan krijgen van dit werkt eigenlijk heel goed. Ook al voelt het heel eng, dat merk je altijd. Alle teams die starten met Scrum vinden het doodeng. De organisatie eromheen vindt het doodeng. Salesafdeling denkt meteen, hoe gaan we dit verkopen? Lukt helemaal niet. Klanten willen dit helemaal niet. De HR-manager die komt naar ons toe en zegt, ja, maar jullie willen dat iedereen alles kan in zo'n team. Of in ieder geval dat meer samen gaat, dat vinden ze doodeng. Projectmanagers ook, die vinden dat doodeng. Want hoe gaan we nu grip houden op het proces? Maar eigenlijk merken ze vaak als het goed loopt, als een scrumproces goed begeleid wordt, dat dat eigenlijk vanzelf oplost. Dat daar hele goede oplossingen ook uit het team komen, uit de rest van de organisatie. Dus zorg maar dat motortje gaat lopen. Het vraagt ook wel om een stukje dapperheid van organisaties. Zeker, lef. Want heel vaak weten organisaties heel goed dat er een aantal zombies rondlopen. En dat die ook in een team zitten. Maar dan is het toch, probeer maar gewoon het ultieme team te bouwen, al wetende dat er een aantal mensen in zitten met wie het gewoon niet gaat werken. Maar dan hebben ze geen zin om een hele rondslomp op te tuigen en een hele cyclus bij het houden om te laten zien dat mensen dysfunctioneren. Dan moet je ook gewoon keuzes maken. Scrum valt of staat uiteindelijk ook gewoon met de mensen. En dat is vaak met elk framework of met elke methodiek zo. Dus dan moet je ook gewoon keuzes in durven maken als organisatie. Met die mensen gaan we niet verder, dat gaat nog gewoon niet worden. Ja. En je kunt wel met die mensen verder gaan, maar dan moet je ook gewoon accepteren dat het gewoon niet het rendement zal behalen wat het had kunnen behalen. Beantwoord je vraag? Ja, dus eigenlijk is dapperheid ook wel een hele goede. Dapperheid, dat moet in al die dingen zitten. Je moet erover gaan praten. Ja. Dat vereist ook dapperheid, gewoon op tafel leggen. Ja. Zeker. Okay. Dit was ons behandelplan. Ja, vraag. Nog even sprint 0 werd nog even aangehaald, dus speelt dat nog een rol in die stap maken? Hoe zie je sprint 0 en de rol daarvan in het hele verhaal? Mm-hmm. Wat verstel jij eronder? Ben ik ook wat ik onder sprint 0 versta is dat je ook een soort sprint doet. Misschien dan niet 2 weken, maar misschien 4 weken, maar in ieder geval kort. En dat je op hoofdlijnen het hele plan even doorwerkt. Dat iedereen wel op hoofdlijnen het idee heeft van technologisch doen we het zo, functioneel doen we het zo. Nog een aantal punten, misschien content of whatever wat je er allemaal bij wil betrekken. Mm-hmm. Maar dat je op hoofdlijnen in ieder geval met elkaar een stuk overeenstemming hebt voordat je de eerste sprint instapt. Ja, ik merk alleen wel dat bij sprint 0, zombiegedrag wel op de loer ligt. Behoorlijk, ja. Ik heb aardig wat trajecten meegemaakt waarbij ze de sprint 0 nooit meer uit zijn gekomen. Dus van even 2 weken met elkaar bespreken en de boel scherpstellen en dan gaan we beginnen.
En, dat gaan we, en dan gaan we beginnen, dat levert toch ook weer vooruit. Want, volgens mij begrijpen we elkaar nog niet helemaal. We moeten nog iets meer tijd pakken voor de sprint 0. Eigenlijk kent Scrum ook geen sprint 0. Hè? Je begint gewoon met sprint 1. En dat is, dan ga je dit soort vragen misschien wat meer beantwoorden. Dan ga je het misschien over architectuur hebben wat meer. En over technologie. Omdat dat een onderwerp is wat aan het begin belangrijker is. Dan als je al drie kwart van het project erop hebt zitten. In die zin is er niet echt een sprint 0. Ik heb er ook geen goede ervaring mee. Sprint 0, en wij gebruiken het wel heel veel. Maar om gewoon een beeld te krijgen bij A, het doel van de opdrachtgever. Wat wil die nou echt bereiken? Maar ook het team het inzicht te geven van... Dit is wat we moeten gaan doen. Dat is een beeld van de scope. Ja, en je noemt het een sprint 0, maar het is gewoon een sprint. Alleen met andere sprintdoelen. Ja, maar dat is waar het om gaat. Hè? Dat het is gewoon een sprint. Een sprint. Ja. Ook de extender. Ja. Alleen... De deliverables zijn andere. Ja. Andere staan in development. Maar dat is Scrum, hè? Wat je nu beschrijft is gewoon Scrum. Dan is het ook gewoon onderdeel van het proces en je doet gewoon Scrum. Het risico, wat Barry ook zegt, is dat als je natuurlijk een sprint 0 gewoon als een... Nou, dan doen we ook niet een 2 weken. Stel dat je normale sprints 2 weken zijn. Nou, we doen deze wel 6 weken, dan hebben we meer tijd. En dan gaan we ook niet al die daily Scrum dingen doen, want dat is allemaal niet nodig in zo'n sprint 0. Dan gaat het natuurlijk fout. Maar als je doet wat jij zegt, dan ben je gewoon Scrum aan het toepassen. En dan maak je dus gebruik van de feedback loop waar Scrum ook om gaat. Dus lijkt me een perfecte oplossing. Maar wat zijn dan voorwaarden voordat je aan sprint 1 start? Wat zijn dan... Waar denk je aan? Welke voorwaarden denk je bijvoorbeeld zelf aan? Nou, het organisatiedoel moet helder zijn. De positie van wat je aan het ontwikkelen bent moet helder zijn. Mm-hmm. Dus het product. Je moet wel een beetje een idee hebben wat voor product je... Misschien moet je hier er wel voor hebben. Hè. Voordat je met productontwikkeling start, waar Scrum eigenlijk ook voor een heel groot deel over gaat, moet je natuurlijk wel weten van, nou, dit is een beetje het product waar we heen willen. Het moet een visie zijn. En uiteindelijk ga je dat product natuurlijk ook gaandeweg bouwen en ga je daar dingen over leren. Dus er zal wel een stukje voorbereiding kunnen zijn. Maar niet in de vorm van een Scrum team en dat er al heel veel designs worden gemaakt en dergelijke, dat niet. Nee. Geeft dat antwoord op je vraag? Okay. Zijn er nog andere vragen? Volgens mij hebben we nog tijd voor vragen. We hebben iets meer dan een half uur nu erop zitten. Ja. We hebben nog iets meer dan een half uur. Maar als we klaar zijn. Ik wil maar geknorren, maar vragen zijn welkom. Zijn er nog vragen? Wij blijven ook, tenminste ik wil even een hapje eten. Dus mocht je dan nog vragen hebben, ook prima. Een vraag, of je dit inderdaad altijd op idee doet of ook inderdaad zo'n situatie bij ING, is dat een uitzondering of zit het zit heel vaak in de organisatie, bij het management. Ja, zeker. Daar moet je het losmaken, daar kan je met je IT misschien niet aan de gang. Dus is het voor jullie veel breder dan... Ja, zeker. Altijd. Ik moet zeggen, ik heb bijna alle opdrachten die ik doe, dat is veel breder dan IT. Ja, dat is ook, wederom ING, ja, is het een bank of is het een IT-club? Tegenwoordig zit IT gewoon door de hele organisatie heen verweven. Ik hint even op. Nee, maar het is veel breder. We bespreken het ook met marketing, ook met sales. Wederom ook vanuit contracten. Als vanuit sales opdrachten al verkocht worden op een anti-agile manier, dan heeft het team ook een vrij kansloze opdracht. Dus het gaat veel breder dan puur IT. Ja. En HRM-vraagstuk heb je ook. Van hoe ga je bijvoorbeeld om met beloningen? Ga je individuen belonen of ga je teams belonen? Het lijken kleine dingen, maar die hebben wel heel veel invloed op. Gaat Scrum werken of niet? Ja. Als jij als team werkt en je gaat individueel belonen, dan dat staat natuurlijk haaks op elkaar. Dus als ook met HR. In de markt weten developers vaak prima wie is. Wat gebeurt er als vanuit HR een potentiële zombie gewoon naar binnen geduwd wordt onder het mom van hij heeft zijn mooie cv. Ja. En het team heeft daar geen zeggenschap in. Dan zit het development team opeens met een zombie developer opgescheept waar ze niet om gevraagd hebben. Dus in hoeverre geef je het development team de autonomie om zelf te bepalen wie ze aannemen? Het zijn allemaal vraagstukken die nu actueel worden. Okay. En ook om elkaar te beoordelen. Wat is nog de rol van het manager in een beoordelingscyclus? Kunnen ze elkaar niet gewoon beter beoordelen? Hebben jullie of misschien wat anders ervaring van Scrum in een omgeving waar ze holacracy toepassen, waar ik zelf maar heel weinig van af weet hoor. Maar, Dat is een vrij geavanceerde vraag. Ja, ik heb er zelf geen persoonlijke ervaring mee. Nee, dus ik kan er ook niet heel veel... Het is een stukje over hoe je organisatie in die richting zou kunnen aanpakken. Wij proberen die twee dan niet... We doen dan niet holacracy, maar we combineren dat met zelfsturing. Dus we proberen die Scrum teams dus een hoge mate van zelfsturing te geven. Onze Scrum teams hebben dus ook een eigen winst- en verliesrekening. Nou ja, zaken als bonus en dergelijke, nou ja, dat is dan op team geregeld. Nu wel, laat ik het zo zeggen. Maar die dingen kom je tegen. Maar dus ook beoordelingsgesprekken, het aannamebeleid. Bijvoorbeeld het team doet sollicitatiegesprekken en neemt de mensen aan.
Heeft niemand wat mee te maken.